Aïe, 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 aïe. Nom de nom de nom. Oh, yeah. Comment, comment? Ah. Non, ik ben iets te laat. Bon, het Venlo web, de Venlo's partier, dat vind ik goed. We hebben vanavond niet mannen, we hebben alleen vrouwen. En ik denk die zijn al begonnen, die zijn altijd piep precies. Jullie kunnen zien met de kook en de tijd. Ik zal nu snel rennen, anders ik haal nooit. Oh non, de non, de non. Ik hoor niks, maar dat wordt een spannend vanavond. Zeker niet. Hey, on y va! Daar staan alle dames al klaar. Welkom bij aflevering 5 van Puur Koken. Onze kok Philippe is dit keer te gast bij de 14 dames van kookclub De Doorslag. Bonjour. Bonjour allemaal. U hoort het. Het is al heel gezellig in onze kookstudio. Het wordt een drukke avond met verrassende gerechten. En speciaal voor deze avond hebben de dames zich in het nieuw gestoken. En als de gerechten net zo mooi en kleurrijk worden als die prachtige oranje schorten, dan wordt het gewoon een topavond. Vanavond gaan we ons bezighouden met een spoon van perzikensorbet, gemengde salade met mozzarella en, ze durven het wel bij een Franse kok, Franse uiensoep. En voor die soep moeten natuurlijk uien worden gesneden. Je hebt nu, die is een beetje vet, hè? Ja. Dus als je de uien in de twee snijdt, je hebt al veel meer greep op de... Maar ik zal het langzaam doen. Ja, doe maar langzaam. Ta-da-da, ta-da, 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 ta-da. Nee, de belangrijke is als je die uien in twee snijdt, voor de uiensoep dat niet te dik is. Ja, maar niks uit, maar niks uit. Ja? Dat is goed, ik had deze misschien nog een keer, want je hebt hier de, beetje de harde ding. Ja, ah, dit is gewoon hobbykook, hè. Het is niet een restaurant, het is gewoon voor ons allemaal. Allemaal goed. Ik durf hier niet op de schorten, ik moet een doek hebben. Daar, achter. Oh, daar, dat is goed. Goed zo, stuur hem maar lekker ver weg, Monique. Als u thuis trouwens de Franse uiensoep van een doorslag wilt maken, dan kunt u terecht op onze site voor de ingrediënten en het recept www.omroepvenlo.nl. De uien zijn gesneden en dus zijn we nu aanbeland bij stap 2, het bakken van de uien. Je hebt, zeg maar, grof gezegd twee manieren om een uiensoep te maken. Bij de uien die licht gebakken zijn, zonder kleur, en uiensoep iets meer naar de bruine kant, dus een beetje de uien bruine. Als je de uien stelt, te veel roer die uien, dan je gaat zijn vocht verliezen, dus je krijgt niet meer bruine. Dus je kan zien via de rook, die zijn nog niet eens in een kleur. Ja, dus moet je helemaal niet roeren. Deze vuur is te laag, ik ga het proberen deze vuur. Maar dadelijk wordt ze zwart aan de andere kant. Nee, als die zwart is, dan krijg ik mijn tiende, maar die worden niet zwart. Nou, je kan altijd rustig checken als je wil. Met je Paul Lepel, kijk, die begint een beetje te branden. Wat ik zal doen, als ik zo ziet, hein, ik zal weer met olijfolie of arachidolie, weer een beetje olie bovenop. En olie, dat. Hey, zo weer een beetje. En nog steeds niet roer, kijk, dat begint een beetje frituur-effect. Hein. Ah, non, c'est bon. Ondertussen wordt er door andere dames van de kookclub gewerkt aan de gemengde salade met als belangrijke toevoeging perziken. Kijk, we hebben nu een klein technisch probleem. Maar een technisch probleem is gewoon, het is een vers persiek, een mooi product om de salade te maken. Natuurlijk, rond deze tijd van het jaar is het best moeilijk om een persiek die rijp is. En als je dat op de salade is, veel te ruw.
Dus ik denk dat we gaan een beetje pocheren met suikerwater. Dus eventjes die persiek die hier schoon zijn, gewoon in de suiker met water. Gewoon misschien een paar minuten laten koken. Ja. Druid van de water om een beetje toch. Hoeveel suiker gaat er in? Ja, theoretisch, als je voor dat ik zal doen, voor een salade, ik zal ongeveer voor 1 liter water 200 gram suiker maximum. Okay. Ja, dus als je een fruit confit, ja, is vaak 1 kilo suiker voor een half liter water. Dat is om fruit te confit. Dat is heel goed. Maar dat is voor een salade, dat is puur om de fruit toch een beetje gaar, maar die ook smaak krijgen. Okay. Ja, op zich een mooi product, maar het is altijd moeilijk om persiek. Rijp te kopen. Zou je die niet kunnen bakken dan, Philippe? Of kunnen bakken, dat kan ook. Ja. Je kan alle kanten uit. Ja. Bak of blancheren. Terug naar de uiensoep, waar de verschillende ingrediënten bij elkaar worden gevoegd. Monique, ik ga de uiensoep maken, Monique. Allee, c'est bon. Ja. Bon, allez. Allee, nu een beetje serieus, het is een Franse soep. Ja? Ja. Dus uien, super, de kleur. Ja, ik zeg normaal, je kan wet bak of bruin bak. Vind ik bruin bak, heb al meer zoetheid. Hè. Dus als je de uien in de pan doet, Monique, doe alles van de ronde. Ja, is goed. Oké. Okay. Ik ga de pan op de vuur. Oké. Okay. Ik denk... Erbij. Ja, we hebben een hele klein beetje knoflook erbij. 1, 2, 3. Dat is een grote pan. Dus ik denk vanavond, we gaan allemaal op tijd naar huis. Nu wat Monique doet, is de knoflook aan het fruit. Ja. Klein beetje aan het fruit, dat geeft toch de smaak van de knoflook meer over. Als je te lang bakt met de uien, dan de knoflook smaak is weg. Plus, dat gaat straks 20 minuten koken ongeveer, Monique. Ja. 25 minuten koken en dan is het goed. Dat is goed. Dus we doen nog een beetje zo erbij. Laurier en Tem. Uit eigen tuin. Ik ben hier op jullie recette, eigen tuin, Laurier en Venlo. Attention. Theoretisch, jullie werken met een bepaalde hoeveelheid bloem, denk ik. 90 gram ongeveer. Ja, doe maar. Nou, ik zal het erin doen. Doe maar 90 gram ongeveer. Nee, even wat. Goed, de boel op de uien. Licht gebonden of dik gebonden? Dus. Ik had iets dik gebonden. C'est bon. Buiten de vuur. Voilà, is goed. En nu belangrijk is die bloem goed door de uien komen, zonder klont. Geen klont. En dan nu een belangrijk moment is, je pan is warm. Dus wat gaat gebeuren als je nu direct de witte wijn doet, die benden direct. Dus moet je best snel doen, de witte wijn erin en dan direct de bouillon erin. En niet andersom. Dus pak de pan. Oppas met dit. Gewoon afblussen met wijn. Ja. Gewoon erin doen. Ja. Oké, doe maar erin. Klein beetje, stop. En dan begint de rol los. Ja. Daar kom uit. Geen klont. Nog niet. Van hier al niet. Dat is super. Nou, ja, nee. Een beetje klont. Nee, dat zijn die knoflooken. Dun gesneden knoflooken. Die zijn erin. Ah, c'est bon. Ziet er mooi uit. Ah. Ja. Wat je hebt gebruikt is een kippenbouillon of runderbouillon. Oké. Okay. Gewoon een kant-en-klaar de bouillon dus. Ja. Alright, c'est bon. Oh, je kan alles erin. Ja. En terwijl de uiensoep bijna klaar is, maken de dames van de salade zich een beetje druk om de dressing. Ja. Tuut, pupe de pupe. Ja, nee, de dressing niet lekker. Nee. Het is niet lekker. Er zit een citroen in en het is eigenlijk alleen maar de bedoeling dat er wat olijfolie en wat zout en peper zout en peper bij komt. Ja. Het is nog steeds niet lekker. Ja, maar je hebt te veel citroen, denk jij, of niet? Een hele citroen. Kijk, de dosering altijd met dressing. Hè. Als je gebruikt citroen, azijn, wat zuur is, moet je altijd tellen 1 soeplepel voor 4 soeplepel olie. Ja.
hè, ongeveer. Ja. Dus als ik zie... Zo'n bodempje, dan... Dus je hebt verschillende mogelijkheden. Ik weet niet, je kan verlengen met crème fraîche, kan ook. Verlengen met olijfolie nog steeds, tot jouw smaak hebben. Ik zal het willen proeven. Ja. Lepel, hier lepeltjes. Ja, dat is bon. Dus nu, ik doe het niet meer met de handen. Nee. Ik heb te veel met de hand gedaan. Kijk, op zich, de saussure is die niet. Ik denk, als je nog twee lepels crème fraîche, als je crème fraîche erin wil, of twee lepels olijfolie, en ik zal iets meer zout nog erin doen. Ah, ik krijg een medaille. Mooi, ah. Hey, op oranje boven. Maar je hebt niet een beetje bloedrood of zo? Nee. Ik ben klaar voor volgend jaar voor de Wereldcup voetbal. Philippe is erg tevreden met zijn schort en hij is ook zo blij dat hij eigenlijk lid wilt worden van de kookclub. Maar dat houden de dames nog in beraad. Lijkt me ook heel verstandig trouwens. Tijd nu om de soep te serveren. Met een stokbroodje en geraspte kaas natuurlijk. Dames, hallo, c'est bon. Tadada, tadada, tadada. 12 man personeel. De salade dan. Ook dit gerecht is terug te vinden op de site www.omroepvenlo.nl. Het probleem met de perziken en dressing, dat hadden we al opgelost. Nu de opmaak van de borden. Misschien als je begint aan die kant met de borden, hè? Dan die kant, van die kant werken. Ja. En je gaat hier werken. Dan naar hier, dan naar hier. Waarom? Daarna, jij kan de kaas bovenop. Hè. En ik heb zo naar door. Dit kan gewoon een beetje aanzien. Kijk nu, ik vind het goed wat je nu doet, is de persiek niet op de ham. Hè. Dus een parma ham. Hè. Ja, ja. Dus als iemand die niet zo houdt van zoet, dan op zich heb je persiek buiten de ham. Dat vind ik goed. Ja. Maar je kan een beetje van die kaas met dressing, mozzarella kaas. Ja, dus wat je leuk vindt. Ja, op zich heb je vennekleur met dit gerecht. Wat vind je? Beetje erop. Ja, dat vind ik het leukste. Ja. Ja, misschien midden alleen. Ja. Ja. Voilà. Dan weer een kleine omtekening van de chef wat we gaan doen. Hè. Als je kijkt, nu je hebt een driehoek. Ja. Misschien om te. Want dat is een wette peper. Gewoon een beetje peper op de wand. Peper past goed altijd met de ham, kookzalm. Gewoon drie bollen. En dan je krijgt een beetje je correct en ook. Nou, is toch goed. Hallo, stop. Hier, je glas wijn. Oh, mijn glas wijn is hier. Dat wordt steeds moeilijk, hè. Dat wordt steeds moeilijk, maar we zijn al lang niet klaar. Nou, weer een glaasje wijn erbij en de gezelligheid neemt natuurlijk toe. Philippe vermaakt zich prima. Maar er moet ook gewerkt worden, Philippe. We gaan verder met de spoen. Spoen is een... dat is zo'n gebeurd, denk ik, in de Calvados in Frankrijk. Mensen, een grote diner van 5-6 gangen. Alle mannen uit de zaal, naar de bar toe en een kleine neutje op zijn Venlo's. Zo is de spoen begonnen, een kleine sterke drang om de maag en de pupillen weer open te maken. Een beetje fabel vooral erbij, gewoon een beetje drink erbij. Dus nu heb je een spoon gemaakt van Francinet. Even kijken, ik ken dit product niet. Het is een soort aardbeien champagne, méthode champenoise. Leek te zoet. Hè? Ja. We hebben helaas niet kunnen zien, je hebt een sorbet gedraaid van persik. Hè? Suikerwater en... Suikerwater, menthe erbij, ja. Dat vind ik goed. Men geeft een bepaalde frisheid en je kan toch de men proeven boven de zoetheid van de sorbet of de Franse persieke drank. Je kan de zoetheid proeven. Ja. Even kijken. Te gek. Sorbetière. Het probleem is om deze recette thuis te maken. Ja, dan moet je een sorbetière thuis hebben. Maar je hebt steeds meer mensen die een sorbetière thuis hebben. Nou, ik doe er nog weer in. Ik krijg de schuim eerst. Ja. Ik denk zoet en fris. Ja. En dat is leuk. Een spoon, een trou. Trou normand, daar is begonnen. Dames. Oh. Viviane,
Ah. De spoen. En terwijl de dames hoorbaar genieten van de spoen, vertel ik u dat Philippe ons over 2 weken leert hoe we het beste een lamsbout kunnen vullen en braden. Een hele operatie. En u weet het inmiddels, kijk op www.omroepvenlo.nl voor de receptuur van de aflevering van vanavond. Tot over 2 weken bij Puur Koken.